Hi guys, ik zit even in de huiskamer, want ik wil vandaag iets opnemen over ons huis. En specifiek met tips naar anderen die misschien ook een huis hebben gekocht, zijn verhuisd, iets willen aanpassen in huis. Ik wil namelijk delen welke dingen ik helemaal anders zou hebben gedaan. Dingen die ik eigenlijk niet wil aanraden en dingen die ik wil afraden waarvan ik denk, niet dat kopen. Don't do it. Wij hebben dat gekocht, we hebben er spijt van. Wij hebben het zo gedaan en daar hebben we een beetje spijt van. Ik denk, misschien is dat handig voor anderen. Mocht je me niet kennen, wij hebben een heel huis, zeg maar, nieuwbouw. Helemaal laten customizen met inbouwkasten en alles is nieuw, meubelen, alles. Dus vanaf het begin zijn er allemaal mooie dingetjes naar smaak ingezet. Ook bijvoorbeeld in de badkamer en zo. En echt super blij met dit huis. Love it. Het is prachtig. Ik hou er echt van. Maar er zijn een paar kleine dingen waarvan ik zou willen zeggen, let op, doe dit niet. Oké, kijk mee. Oké, we beginnen bij het toilet, want dit wil ik jullie echt onwijs afraden. Dit systeem. We hebben twee toiletten en we hebben allebei. En dit ding is vreselijk. Echt, don't buy it. Dit is de wc-rolhouder waarbij je dit zo makkelijk eraan kan doen. En wat gebeurt er? Als je naar de wc gaat, dan pak je papier en dan gaat hij er de hele tijd zo af. Echt, als ik je kan behoeden voor iets, dit ding is vreselijk. Dan deze toiletborstel. Oh man, het is echt... Ik heb veel verschillende toiletborstels gehad in mijn leven, maar dit is horror. Het zit namelijk zo, op het moment dat je gaat poetsen, dit ding stoot overal tegenaan. En als je dan dompel je hem ook nog eens onder, wat echt, ja, soms is dat gewoon ook ranzig. En ja, hij druipt ook van alle hoeken, druipt er zeg maar water of nee, het is echt te nasty. Nee, niet deze kopen. Oké, let goed op je elektra bij je nachtkastjes. We hebben dit headboard hier laten zetten. Daar hebben we stroompjes achter. Daar is een hele slimme oplossing voor bedacht. Namelijk dat er een verlengkabel hier ligt. Een soort blok. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar in ieder geval deze. Nou, die verstop ik hier achter. Maar denk heel goed na. Als je dus zo'n blok doet waar je dan je elektra laat. Want sommige nachtkastjes zijn open en dan kan je het er zo van onderschuiven of onder je bed of erachter verplaatsen. Maar nu ja, moet je die een stukje naar voren doen. Is niet erg, love it, maar het is zeker iets om rekening mee te houden. Ja, omdat je eigenlijk altijd wel stroom wil voor je lamp, voor je telefoon opladen of wat dan ook. Dus dat is zeker iets om in je achterhoofd te houden. En we hebben hier de badkamer met de dubbele douche. Heerlijk. Gaan we vaak als gezin douchen, vinden we leuk. Denk goed naar waar je je handdoeken plaatst. Want hier hebben we niet echt een plek ervoor. We leggen ze nu gewoon hier in als we gaan douchen. Maar eigenlijk, achteraf gezien, was het misschien makkelijker geweest om hier iets te plaatsen waar je de handdoeken aan kan hangen of zo. Dat is nu aan de andere kant van de badkamer. Dus denk daar ook goed over na. Soms denk je op het moment dat je besluit iets te doen van, ah, dat komt wel goed. Dat prima. Maar als je dan vervolgens het in real life moet meemaken, denk je, heb je dat wel handig gedaan? Waaronder namelijk de was hier. Ons washok is hier op min 1. Hier is de wasmachine, de droger. Hier hangt er wat kleding. Maar onze kledingkamers, of eigenlijk onze kasten, zijn boven op plus 1. Dat betekent dat je met je schone was, met je vuile was, de hele tijd naar de begane gaat. Naar de eerste verdieping en daar alles in de kasten leggen. Vuile was moet naar de begane, naar min 1. En je blijft maar... Hannes, we gebruiken dus ook deze manden om steeds zeg maar schone kleding, vuile kleding, alles van verdieping naar verdieping te brengen. Het zou veel makkelijker zijn als alles op één verdieping was. Het klinkt als iets kleins, maar ja, het is gewoon echt een tip. Als je twijfelt, je kan het op dezelfde verdieping doen, zou ik het echt 100% op dezelfde verdieping doen. Babykamer, gordijnen, struggles. Wij hebben hier plissé gordijnen, we hebben een donker gordijn hier. In alle kamers hebben we plissé gordijnen die ook echt donker worden. Om de een of andere reden had ik bedacht dat we in Mila's kamer plissé gordijnen doen die niet zonwerend zijn. Dus zonwerend betekent dat het echt helemaal afsluit en gewoon pikdonker wordt. Ik dacht, nee, laten we die een beetje gewoon, dat je een beetje licht doorheen ziet. En dan doen we die dicht en dan is het echt helemaal dicht. Degene die ons interieur heeft bedacht, die had al gezegd, dit moet dicht zwart worden, dit moet helemaal... Maar ja, ik vond dit dan soort van dat ik dacht, oh, airy. Want ja, het is toch een kamer die van zichzelf niet heel licht is. En op deze manier, ja, fout. Nu het heel erg zomers zonnig kan worden, die dagen hebben we nu gehad, dan doe je dit dicht. En ook al zijn die plissé gordijnen dicht, zie je toch hier licht. En dat lijkt iets kleins, maar als je dochter niet kan slapen en ze wijst de hele tijd hiernaar, want ze ziet licht, denk je, ja, hadden we toch maar misschien die niet zonder latende gedaan. Dus tip, doe gewoon dat je het zo donker mogelijk kan maken. Ja, het is inderdaad wel mooi dat het een beetje lichter laat, maar het kan ook irritant zijn. Oké, dan komen we nu in de huiskamer bij het eetgedeelte, waar Gregor aan het werk is. En er is hier iets. Wil jij alsjeblieft demonstreren wat hier...
irritant is dit. We hebben besloten om hier allemaal kliklades te doen. En het systeem is briljant. Maar iedereen komt er met hun voeten en benen tegenaan. Dan zit je zo met je vrienden te eten en te chillen. En dan is het, hè, oh, er is iets met mijn voeten. Hè, oh, oh nee, oh. Maar goed, achteraf hadden we veel beter dit. Dit is een la. Gewoon overal kunnen doen. Dat kliksysteem is op zich niet heel handig bij je benen. Terwijl, kijk, ons idee was, we hadden doorgegeven, we willen zoveel mogelijk bergruimte. Dus dat is gewoon briljant. Het is allemaal heel handig voor spullen en zo. Maar klik, liever voortaan eigenlijk alleen maar bij de kastjes boven. En speaking of kastjes boven, hou er rekening mee. Het is niet een mega irritant iets of zo, maar dat je wel echt een trap moet hebben om iets te pakken hier. Dus aan de ene kant lekker veel bergruimte. We hebben ook een hoog plafond, dus dan moet je ook wel een trap hebben ervoor. Het is niet iets wat ik anders zou doen of zo, maar is meer van hou er rekening mee. Denk goed na over waar je je prullenbak wil plaatsen. Want dat hebben we eigenlijk vooraf helemaal niet bedacht. We wilden het sowieso niet in een keukenkastje, want zoveel ruimte hebben we nou ook weer niet. Uiteindelijk zijn we voor deze gegaan en die hebben we hier neergezet. Maar eigenlijk, ja, hadden we misschien, ik weet het niet zo goed. Hij is wel een soort van, het is, je hebt altijd een extra ruimte nodig voor je prullenbak. Hadden we hem misschien toch in een kastje moeten doen? I don't know. Maar denk er in ieder geval over na. Denk goed na over je belichting bij de keuken. We hebben nu deze lampen hangen. We hadden eerst een klein lampje hangen met twee lichtpuntjes. Het was eigenlijk veel te donker voor de keuken. Je zou denken van, well, een lampje is goed, maar 1, 2, 3, 4, 5, 6 lampjes. En nu pas hebben we zoiets van, oké, good light voor de keuken. Hou rekening met waar je je wifi-punt wil hebben. Ik heb hem nu hier staan. Hij kan eigenlijk erachter gepropt, maar ja, ik heb daar ook al gordijn. Ik heb daar een ladekastje. Dat zijn van die kleine dingen. Oké, er is inderdaad een internetkabel, maar waar laat je dat ding? Je moet ook niet prominent in de kamer hebben natuurlijk. Stroompuntjes. Dit is zoveel belangrijker dan ik dacht. Dit is heerlijk. Ik heb stroompjes in mijn bureau. Fantastisch. Maar bijvoorbeeld in de huiskamer hebben we nog wel eens de struggle met, ik wil aan tafel zitten met mijn laptop, maar hij moet ook opgeladen worden op een gegeven moment. Dus dan moet je de bar zitten, want daar is een stroompuntje bij de keuken. Dit is echt zo belangrijk. Als het kan, je kan eventueel nog stroompunten toevoegen of veranderen. Denk dan heel tactisch naar waar je bijvoorbeeld een tafel zet of waar het handig is. Hier, ik maak me hier op. Ik doe nu ook mijn haar hier, want dat kan met dit. Ik kan mijn laptop hier opladen. Maar eerst zat die er niet in. Moest ik hier de laptopkabel helemaal hier en een verlengkabel zo en die ging dan hier in. Wat prima is, maar op het moment dat je elke dag zo moet zitten, dan, ja, weet je, het is wel, kan ook irritant zijn. En ook hier geldt weer het kliksysteem. Aan de ene kant heerlijk. Aan de andere kant zit je hier te werken, druk je hem even in met een elleboog, bam, komt hij gelijk weer tegen je aan. Het heeft voordelen en nadelen, want het is wel mooi clean ook. En het werkt op zich wel lekker. En verder, denk aan de toekomst. We hebben absoluut aan de toekomst gedacht. Toen wij dit huis kochten, was ik nog niet eens zwanger. We hadden zelfs het idee, dit wordt mijn kamer. Gregor heeft zijn eigen kamer en beneden wordt een soort logeerkamertje. Nou, boem, toen werd ik zwanger. Op een gegeven moment Mila geboren en toen werd het eigenlijk gelijk een babykamer beneden. Maar we hebben absoluut ook nagedacht over, nou, op een gegeven moment komt er misschien wel een tweede. Dus stel je voor, we hadden nog niet eens kinderen. We hadden al zoiets van, oké, wat als we er op een gegeven moment twee hebben? Wat doen we daarmee? Dus we hebben besloten van, oké, in één van deze twee kamers moeten we dan gaan opgeven. Nou, nu is onze dochter ouder aan het worden. Ik ben niet zwanger, maar wellicht komt er op een gegeven moment een tweede. En ja, het is niet dat we gelijk erachteraan nog eentje hebben. Maar ik denk nu, op dit moment, denk ik niet dat het handig is als zij hier zou slapen op deze leeftijd. Wist ik toen niet. Ik dacht al, ja, doe je toch een kind in een andere kamer. Maar je wil je kind eigenlijk heel dichtbij hebben. Als ze nog heel erg klein zijn. Dus dat zijn van die kleine dingen, denk erover na. Want ja, je denkt misschien, oh, in de toekomst komt ooit wel. Maar de tijd gaat snel, hè. Voor je het weet zijn er jaren voorbij. En ja, weet je, dan zit je er en dan denk je nu van, moeten we op een gegeven moment, een van deze twee kamers moeten we op een gegeven moment dus toch een beetje gaan veranderen ook en zo. Tuurlijk wisten we, maar denk er goed over na. Dat is denk ik mijn belangrijkste tip. Denk goed na over de toekomst. Weet je, waar zie jij je over 5 jaar, over 10 jaar, over 2 jaar? Weet je, wil je dan nog steeds zo'n kamer? Is het handig om gelijk na te denken over eventueel kinderkamers of ja, dat wel. En verder, ik wil deze video niet heel negatief maken, maar ik dacht gewoon, dit zijn van die kleine dingen die ik vertel aan vrienden die een tour door ons huis krijgen. Dan zeggen we over alles vertellen wat. En dan is het, oh ja, tip met die kastjes, weet je wel? Dat is een tip voor anderen. Wie weet heb je er wat aan? Zie je dit, denk je, oh, ik twijfelde om bij mijn voeten klikkastjes te doen, maar weet ik dat ik dat nu niet moet doen. Of misschien wilde je net dat ding voor het toilet kopen en denk je nu, misschien moet ik dat niet doen. Ja, bij deze, onze kleine dingen die we net even anders zouden doen.
verder helemaal blij mee. Helemaal happy. Ik heb laatst nog een video gemaakt over een update met het interieur. Die kan je bekijken. En ja, I love dit huis. Love alles eraan. Hoe het ingedeeld is. Hoe de kamers zijn. Ja, I love it. En ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Als je zelf nog iets hebt waarvan je denkt, oeh, dit wil ik zo graag delen met anderen. Van please, doe dit niet of koop dit niet. Of weet je wel, hier lopen wij thuis heel erg tegenaan. Laat het dan even achter bij de comments. Want ik vind altijd, de comments een soort van extensie van het video. Met nog meer informatie. Ik zou zeggen, deel je ervaring. En wie weet help je een ander ermee. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer. Doeg!